Ho, shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas video. Het is vandaag woensdag 13 december. En het is nu rond 11:30. Ik heb in de ochtend Vlogmas video's gekeken. En ik moest nog wel even iets afmaken. En ik ga zo meteen met Liekje naar de stad. Mijn haar is een beetje kut. En wat ik misschien wilde gaan doen, maar ik twijfel een beetje. Ik wilde misschien kleding gaan verkopen via die ene app. Hoe heet dat ook weer? United Wardrobe of zo. En ik heb dus mijn make-up al gedaan. Ik moet alleen nog mijn haar doen, want ik heb mijn nat haar en een staart geslapen. Dus het ziet er echt niet uit. En ik zou het super leuk vinden als je alvast een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan ga ik nu even kijken of ik iets kan verkopen. Daar ga ik alvast foto's van maken en dan me omkleden voor naar de stad toe. Oké, om 10:50 neem ik de trein. Oké, mijn tafeltje staat zo onstabiel. Maar ik heb me omgekleed. Ik heb deze trui aan. Deze is volgens mij van de H&M. En zo'n broek van de Sting. Zo'n flare jeans. En dan heb ik gewoon deze sieraden om. En mijn armbandje. En mijn horloge. Dus ja. En we gaan, er is in Leiden is er een nieuwe Bershka. En die wilden we heel graag zien. Dus die gaan we zo eventjes bekijken. En ik moest nog wat andere dingetjes hebben. En ik denk dat ik dat verkoop van mijn kleding maar een andere keer ga doen. Nu echt geen zin in. Dus ik ga beneden nog eventjes wat eten. Oké, ik was weer eens de tijd vergeten. Dus ik moet nu over 5 minuten op het station zijn. Dus ik moet ook nog eens opschieten. Ik moet nog mijn tas inpakken. Dus ik ga nu en jullie zien mij zo in de stad. Doei doei. Ik ben met Lieke. En we hebben McDonald's. Er was nu een actie dat je 2 McRockets voor 2 euro, toch? En we hebben frietjes. En Lieke heeft hetzelfde en mijn camera is leeg. Oh. Ik ook. Oh, maar deze schuif niet. Kijk, deze blauwe plek. Die is 2 weken geleden gebeurd. Nee, maar ik vind het wel echt mooi hier hoor. Liek, welke ga je nemen? De nieuwe Bershka's. Oké, we zijn dus nu in de kinderhandel, want ik wilde heel graag een muts. Maar al die mutsen zijn altijd heel groot bij mijn hoofd. En dit is echt 134 en deze is alsnog te groot voor mijn hoofd. Kijk maar. Maar ik vind hem op zich wel leuk, dus ik twijfel. En Liek heeft echt een super leuk shirt. Liek, heb je hem al aan? Nee, ik snap je hem niet? Je moet echt bij de kinderen aan hem gaan kijken. Echt een aanrader. Mag ik kijken? En we zagen echt een superleuk sterretje shirt. Ik voel me echt een mogel met deze muts op. Kijk, dit is het shirt. Het is gewoon van de kinderen aan hem. Superleuk. Nee, hij is echt leuk. Ik vind hem echt leuk. Ga je hem doen of niet? Twijfel je? Je twijfelt, hè? De kinderen aan hem. Kom. Anders koop ik hem. Wil je hem passen? Nee, ik ga hem niet passen. Ik ga me niet helemaal omkleden. Hij is nog gewoon. Kunnen jullie mij serieus nemen met deze muts? Hij is niet eens strak. Neem je maatje kleiner. Dit is voor 14 jaar toch? 170. Ik vind dit lelijk. Wacht, gaat hij wel dicht? Zal ik hem dichtmaken? Doei. We are waiting for the bus. Eeuw, maar dit lijkt ook alsof ik geen haar heb. Oké, ik ben terug van de stad met Liekie. Alleen Liekie is naar huis. En ik ben ook naar huis. Ik weet niet wat er met mijn haar is gebeurd. En mijn voorhoofd is echt vet volgens mij. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Oké. Punt 1 moest ik eerst een brief opsturen. Waar ik 10 euro voor kwijt was. Omdat ze het alleen een pakketje konden opsturen. Echt super dom. 10 euro, hè? Oké. Dan wat ik bij de Bershka heb gekocht. Want ja, weet je wat het is? Er is een nieuwe Bershka. En daar wilden we heel graag gaan kijken. Dus daar heb ik 3 dingen gekocht. En die ga ik even laten zien. De winkel was echt super mooi. Alleen hadden ze echt super weinig maten. En ze hadden heel veel L, X, S, weet je wel. En niet een M of een S. En ik heb meestal een M of een S. Als eerst heb ik deze trui gekocht. Deze zwarte trui. En er zit
van dit zachte, fluffy dingen. Zo, het lijkt me net alsof er heel veel glitter in zit, maar dat is het niet. Die zit bij de mouwen en ik vind dit echt top. Ik vind dit echt super leuk. Hij is wel een beetje oversized, want dit is een S. En ik wilde hem dan, deze wil ik toch liever een XS, maar die hadden ze niet. S was de kleinste maat die ze hadden. Dus deze trui met die mouwen. Dus hier ben ik echt super blij mee. Deze was 16 euro maar. Dus dat is helemaal top. Zo. Volgende is dit rokje. Deze. En ik zag deze. En ik, oh, hij lijkt echt op mijn trui. En ik wil hem zo graag. Ik zag hem alleen in een XS en een L. En ik dacht echt, een rokje van XS ga ik echt nooit passen. En een L is veel te groot. Maar wonder boven wonder, ik heb een XS en ik pas hem. Vraag me niet waarom, want meestal heb ik echt wel een M van ondermaat. Maar nu dus een XS. En er zitten ook van die knoopjes bij. En ik vind hem echt super leuk in jurk. Super leuk voor de winter. Zeker met een panty. En een leuke trui erboven. Dus en deze hoe duur was, deze was ook super goedkoop. 13 euro. Helemaal top. Dan heb ik dit gekocht. En dit is zo'n doorschijnend shirtje. Kan je een zwart hemdje onder doen of een bralet. Hoezo is dit een M? Ik weet zeker dat ik hier een S van heb gepakt. Hè? Hoe kan dit nou weer? Nou ja. Nou, dan heb ik drie dingen in drie verschillende maten. Geen idee hoe. Ik hoop dat ik dan met pas wel een goede heb gepakt. Nou ja, deze. En deze vind ik echt super leuk. Deze is 13 euro. En hier kan je dus een zwart hemdje of een bralet onder doen. En deze vind ik super leuk. Gelukkig zeg ik niet zoveel super. Dan heb ik nog make-up gekocht. Want dat had ik nog niet genoeg. Oh ja, en ik had dit ook nog gekocht. Bij het oorzaakje. En dit is zo'n band die je om je hoofd heen kan doen. Dit vind ik echt super leuk. Even kijken, hoe zit die? Zo. En dit is dus zo'n band die je zo om je hoofd heen kan doen. Zo, en dit is echt top als het buiten koud is. Ik wilde eigenlijk een muts. Dat zie je waarschijnlijk ook in de vlog. Maar een muts ging het gewoon niet worden, want al die mutsen zijn veel te groot voor mijn hoofd. En ik vond dit vond ik op zich nog wel leuk. Dus ik heb toen maar deze gekocht. Ik vraag me ook echt af hoe die is als je je haar eronder doet. Dat ga ik nu even doen. Alleen niet zo goed voor je make-up. Zo. Je kan hem dus ook eronder doen. Ik vind hem er overheen denk ik leuker. Zo. Oké. Dit vind ik een beetje raar. Dus die kan je dus over je hoofd heen doen. Er zit er gelukkig nu geen foundation vlek in. En dan mijn make-up die ik heb gekocht. Ik heb deze contour powder van Ethos gekocht. In kleur light to medium. Dit is echt de allerbeste contour powder. En die van mij die was gebroken. Omdat ik hem zo vaak heen en weer neem. Dan heb ik deze primer gekocht. Met van die gouden dingetjes. Ja. De Primer Golden Flakes. Helemaal top. Deze was 6 euro. Die contour powder was ook 6 euro of 5 euro. En ik heb te veel besproken. Maybelline Concealer Anti-Age. In de kleur light. Because I'm light. En dit is alles wat ik heb gekocht. Dus ik ben er super blij mee. En ik ga deze make-up zo graag morgen proberen. En ik ga nu. Ik heb morgen een presentatie. Ja, ik heb dus morgen een presentatie. Ik ga het straks nog even leren. Maar ik ga nu eerst in bed even YouTube-video's kijken. En ik wil eigenlijk even die primer voelen. Maar ik heb geen zin om hem te openen. Oké, ik zie er echt belachelijk uit. Maar echt. Ik heb morgen nog iets voor school te doen. Dus dat ga ik nu doen. Als ik dat helemaal af heb, dan ga ik heel even mijn kleren uitzoeken. Als ik daar nog zin in heb. Anders ga ik YouTube video's kijken. Ik ben buiten adem van de trap lopen.
En ik moet deze vlog natuurlijk nog bewerken. Dus lekkere drukke avond. Want het is namelijk 7:30 en ik ben nu pas klaar met eten. Want wij eten altijd heel laat. Dus ja. En ik heb echt zin om morgen mijn nieuwe make-up product uit te testen. En nu lijk ik net Lieke, want Lieke zei dit vandaag tegen mij. En eigenlijk heb ik dat nooit, maar ik ben heel erg benieuwd naar deze concealer en ik weet niet waarom. Oké, ik ben echt mega trots op mezelf. Ik heb fucking veel foto's gemaakt voor je net warm-up. Ik weet nog niet wanneer het online komt. Mijn naam is gewoon x-laagstripje, net zoals alles. En ik heb geen idee wat ik in mijn haar heb. Deze haarband wil ik even proberen, maar het ziet er echt niet uit. En wat ga ik nu doen? Ik ga nu deze vlog editen en dan ga ik lekker slapen. Ik ben zo moe. En ik morgen om 9 uur op school zijn. Set life. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet op deze video. En even abonneert op mijn kanaal hier gewoon beneden. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!